Hallo? Apparaat kapot? Hallo? Klinkt echt zo. En vandaag gaan we een White Simulator 3 of zo spelen. En dat betekent dat wij vandaag een aantal kermisattracties mogen gaan bedienen. En oh, wat heb ik er zin in. Dit is echt super vet. Mensen zijn hier allemaal al aan het instappen. Ik heb hier van allerlei dingetjes. Ik ga ze even gewoon laten schrikken. Net alsof de beugels zijn nog open. En dan gaan we. In 3, 2, 1... Nee, grapje. We starten nog niet, hoor. We zullen eerst heel vriendelijk die beugeltjes dichtmaken. Of zullen we... Oh, wacht. We gaan gewoon testen. Zou ik deze gewoon kunnen laten draaien op dit moment? Zonder dat die beugels dicht zijn? Main support is not as to be lift. Ah, nee. Dat kan niet. Er zit een beveiliging op. Dat vind ik jammer. Oké. Doei. Jullie zijn te laat. Terug jij. Hé, mevrouw. Wat doet u? Ga jij eens... Oh, ik wou zeggen. Netjes op uw beurt wachten. Oké, hoe gaan wij eens even kijken? We gaan hem, hupsakadee. Here we go. Oh, dit is vet. Dit is vet. Hij gaat gewoon omhoog, hoor. Ja, zijn jullie er klaar voor? Oh, hoe de? Hoe de heck? Oh, hij is nog steeds omhoog aan het gaan. Oké, here we go. Ja, hij is er bijna. Zijn jullie er klaar voor? Ik ben er ook helemaal klaar voor. Het enige irritante van dit spel is dat ik het geluid heel raar hoor. Ik hoor... Namelijk het geluid niet. Interacting people? Wat is dat dan? Dat weet ik veel wat dat is. Wacht, het geluid kunnen we ook iets zachter zetten? Nee joh, laten we het maar gewoon zo staan. Het zou wel goed zijn. Even kijken. En dan gaan wij hem starten. Oké, hoe kunnen we dat ding starten? In 3, 2, 1, go. Doet hij iets? Hij doet iets! Hij gaat vooruit, hoor. Here we go. Gaat hij niet te hard? Nee, hoor, dat is perfect. Kijk, we gaan gewoon rustig draaien. Is dit alles? Wat kan ik nog meer doen? Kan ik even een... Toet, 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 toet. Zoiets? Ja, zijn jullie er klaar voor? Laten wij eerst even wat sneller gaan draaien. Here we go. Waarom gaat dat ding zo slow? Ik wil mensen gek laten worden en dat ding. Ze moeten er misselijk uitkomen. Oké, daar gaan we. Oké, kunnen we dat ding laten draaien of zo? Hoe werkt dit? Hallo? Gaat dat apparaat nou draaien? Hij gaat gewoon draaien. Oké, we did it. We can do this. Is het vuurwerk of wat is dit? Waarom doet het niks? Hallo? Ik weet niet wat het allemaal doet. Ik hoop voor die mensen dat die zo meteen blij zijn. Jullie worden uitgelachen door een aap. Kijk, jullie worden uitgelachen door een aap. Zo. Halleluja. Ik weet niet wat ik nu allemaal heb gedaan. Ik heb iets gedaan. Ik zet er een keer iets aan of zo. Weet ik veel wat ik doe. Halleluja. Oh, flikkerlampjes allemaal. Oké. Here we go. We gaan nog ietsje pietje sneller. Nee, we gaan ze gek maken. Zo, volle snelheid. En we gaan die andere andersom laten draaien. Kan dat? Oh, dit kan ook nog echt. Nee, waarom doet dat ding nu niks? Heb ik hem een... Wow. Oh, dat ding gaat op hol slaan. Dat is niet de bedoeling. Oh, rustig. Mayday. Onze excuses voor het ongemak. Uw apparaat is vast blijven hangen. Ik lach jullie bij deze eventjes uit. Oh, wacht. Ik kan het nog leuker maken. Let's go. Zo. Ik heb ook effectjes op mijn paneel. Zo kan ik een net zo recht bij die kermis werken, joh. Laat een rondje. Zo. Oh, dat klonk ook best wel chill. Oh nee, wacht. De andere kant op draaien. Ja, we gaan ze helemaal gek maken. We gaan ze helemaal ziek maken. Oké. Okay. Ja? Kom. Hallo? Apparaat kapot? Hallo? Klinkt dat gezond, die motoren? Yo, dat ding gaat ook best wel hard ook, joh. Zijn jullie nog blij? Ja, de handjes gaan de lucht in. Dus ik neem aan dat ze blij zijn. Laat ik het hopen voor dat ze blij zijn. Even kijken. Zo. Dan ga ik ze zo stilzetten. En dan gaan we eventjes een countdownje doen. Countdown. 2, 1. Dit is leuk. En here we go again. Kan ik
die stoelen niet op de kop laten hangen of zo? Ik wil die stoelen op de kop laten hangen. Kan dat? Hallo, stoelen op de kop. Wat is dit? Parkeerstand, denk ik. Gaan we nu parkeren? Of wat is dat ding aan het doen? Volgens mij gaat hij parkeren. Ik weet het niet zeker. Hup. Zo, parkeren. Even doorspoelen. Let's go. Ja, zijn we er? Oké, landen dat ding. Oh, wacht. Dan gaan we hem omlaag laten gaan, I think so. Weet ik veel wat we aan het doen zijn? Oké, dit gaat helemaal goed komen. Hij is bijna op de grond. Hij is er bijna. En... hallo? Ja. En dan maken we de beugels open. Nou, mensjes uitstappen. Dankjewel. Kunnen de volgende mensjes erin? Oh, ze durven dan er gewoon nog een rondje in. Oké. Hallo, wat kijk je lelijk daarbij? Hij kijkt zo van, help. Ik snap wel heel goed dat je help denkt. Zullen we een rondje meegaan? Kunnen we een rondje mee? Ik wil een rondje mee. Ja, we gaan een rondje mee. Oh, dit wordt leuk. Oké, gesluit de beugels. Zo, hallo mensjes. Hallo buurman. Alles oké? Naast de buurman heb ik ook die nog. Hallo? Nee, er zit niemand naast me. Dat snap ik ook wel, want dit gaat nooit goed komen. Oké, here we go. En zo even iedereen uitlachen. Even flikkerlampjes. En let's go. In 3, 2, 1. Oh nee, we mogen nog niet. Nou, daar gaan we. Nou, dan kan ik meteen zien hoe eng dit echt serieus was als ik dit aan het bedienen ben. Ik snap één ding niet. Waarom gaan we nu al meteen achteruit? Oh, dit is gekke werk. Halleluja. Oké, we gaan er gewoon bijna over de kop heen. Ik zit echt zo te denken om bijna zo mee te gaan leunen. Zo voelt dat wel, omdat het echt gewoon lijkt alsof je erin zit. Hoe vet is dit? Oké, dan zullen wij ons eens even een beetje laten draaien. There we go. Zo, we gaan rustig beginnen, want ik kan er je niet zo goed tegen volgens mij. Maar als ik dit al zo zie, dan word ik onmisselijk. Yo, worden jullie een beetje dizzy als jullie dit zien? Ik was helemaal dizzy nou. Oké, schommel, schommel en we gaan. We gingen bijna over de kop. Yo, dit is echt niet gezond om naar te kijken. Oké, we gaan een stukje sneller. Zijn jullie klaar voor in 2, 1. Oké, we gaan een stukje sneller. Gas op die attractie. Let's go. Zo. There we go. Zo, dit is wel episch hoor. Als ik dit zo zie, dan vind ik het echt episch. Holy damn. Dit is best wel een nice attractie volgens mij zo. Ah, en ik kan hem redelijk goed bedienen. We gaan alleen een beetje heel vaak over de kop. En ik word er gewoon een beetje dizzy van als ik dit zo zie. Zo. Er zijn wat technische problemen. Onze excuses voor het ongemak. Een ogenblik geduld. AUB. Waarom draaien wij nog? Ik wou helemaal niet nog verder draaien. Zo, we zijn kapot. Ja, sorry meneer naast... Ik dacht even dat meneertje eruit was gevallen. Hij ziet er ook echt super raar uit, hè? Kijk zo hoe dit eruit ziet. Echt super raar. Oké, we gaan gewoon naar een andere seat. Oh nee. Kunnen we nog naar iets anders toe? 1, 2, 3. Oké. Er is een grote storing. Een grote error. Let's go. Nou, daar gaan we. Zo, even volop gas. Holy damn it. Oh, dit ziet er super raar uit. Hij doet zijn handen gewoon omhoog. Wat? Hier klopt iets niet. I'm confused. Right now. Waarom heeft die gas 4 armen? Hij heeft gele armen en rode armen. Hoe kan dit? Waarom heeft hij... Wat? Wat zijn we hier gaan doen? Oké. Laten we de rem indrukken of zo. Zo. Oké. Graag naar parkeerstand. Hallo, parkeerstand. We gaan even doorspoelen. Zo, dan staan we weer op de grond. En wat ik nou even wil gaan checken is het volgende. Hoe ziet het eruit als we nu hem alleen maar laten ronddraaien? Hoe hard zullen wij ronddraaien?
Zo. Dat kan ook best wel hard. Zou dat ding daar ook over de kop heen kunnen gaan? Wacht even. Dan gaan we even kijken vanuit hier. Hoe dit uitziet. Dat is echt super raar. En dan gaan we nu in één keer de andere kant op. Hop. Ah, ze gaat net niet over de kop heen. Dat is zonde. Ik wou dat ze over de kop heen gingen. Misschien gaan ze achteruit wel over de kop heen. Ik zou het niet weten. Ik vind het echt leuk, dit spel. Oké. Nee, ze gaan weer niet over de kop heen. Nou ja, dat is jammer. Hup, ik sta dan weer terug in de parkeerstand. En dan ook parkeerstand. Dan mag je weer omlaag. En dan laten wij de mensen weer uit de attractie. En als jullie dit nu een hele leuke video vonden, laat dan even een reactie onder deze video. Want wie weet gaan we wel vaker dit soort kermis simulators doen. Want ik heb er nog twee andere attracties heb ik hier sowieso op staan. Dat wordt er nou echt super goed bekeken. Ik kan misschien ook nog wel andere kermis simulators gaan halen. Maar in ieder geval, ik heb drie attracties. Ik heb nog een octopus en een vliegend tapijt klaarstaan. Dus bij deze wil ik jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk hebben jullie weer genoten. En dan zou ik zeggen, hopelijk check ik jullie dan weer snel terug. Bij een gloednieuwe video natuurlijk weer hier op dit kanaal.